Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil overgaan tot een verplichte registratie van ambtenaren. De eerdere landelijke registratie is reeds afgerond en ruim 30.000 personen hebben zich geregistreerd. Minister Bronte Sommaharju zegt dat er veel meer ambtenaren zijn en in het kader van efficiënte en hervormen van het ambtenarenapparaat is het nodig dat iedereen zich registreert. Voor het verplicht stellen van deze registratie is goedkeuring van de regering nodig. Omdat het niet zo kan zijn waar we het net over hadden, jij gaat werken en je buurman zit thuis. Dus met het verplicht registreren willen wij elke ambtenaar in beeld brengen. De ambtenaren die actief zijn, de ambtenaren die niet actief zijn, de ambtenaren die in schaal 4 zitten, maar ook de ambtenaren die in schaal 12 zitten. Met het overgaan tot het verplicht registreren is de bedoeling dat we een volledige beeld krijgen. Nu hebben we al een goed beeld, maar niet zoveel als we hebben. Want wat ik u zei, het herstellen of het hervormen van de overheid is een belangrijk onderdeel van het herstelplan. En om dat te kunnen doen hebben wij goede data nodig. Maar we zijn al zo goed als op de helft. Als wij goedkeuring krijgen om het te verplichten, dan kunnen wij dat zo afronden. Omdat we natuurlijk al het logistiek gedeelte al klaar hebben daarvoor. Sommaharju geeft aan dat bij een verplichte ambtenarenregistratie er meer registratielocaties opgezet zullen worden. De verplichte registratie heeft ook andere doelen. We gaan het uitbreiden met als doel, ik weet niet of ik het zo moet zeggen, dat wanneer je eigenlijk niet registreert, weten wij ook niet hoe we je bezoldiging moet uitbetalen. Dus eigenlijk willen we twee vliegen in één klap slaan. Het verplicht registreren, als ik die toestemming krijg van de president, van de VPO, van in de regeringsraad. En eigenlijk het CBUMA-bestand verschonen. Want het CBUMA-bestand is ook heel erg vuil. Het CBUMA-bestand zijn er bijvoorbeeld personen die al jaren met pensioen zijn en die dat niet eens hebben aangegeven. Er zijn personen die misschien niet eens meer in leven zijn. Dus het is goed dat we die zaken aanpakken. Ik heb dat in het parlement ook aangekaart. Wanneer we dat doen, zullen we miljoenen besparen als land. Tot zover minister Bronte Sommaharju van Binnenlandse Zaken. Hij verwacht binnenkort goedkeuring van de regering om dit plan uit te voeren.